Uit koninklijke kringen, Merta Louise spreekt voor het eerst over verdriet om overleden ex. Voor het eerst heeft prinses Merta Louise van Noorwegen zich uitgesproken over het drama dat haar gezin afgelopen kerst meemaakte. Toen haar ex-man Ari Behn, de vader van haar drie dochters, zich van het leven beroofde. Ze vertelde in een openhartig Instagram-bericht dat ze het nog steeds heel zwaar hebben, maar dat ze hier doorheen komen. Bij een foto van een bloem plaatste ze de overdrachtelijke tekst: "Het wordt weer lente na de winter." Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.